Het tekort aan verpleegkundigen voor de bediening van apparatuur ten behoeve van de kinder- en neonatale zorg is nijpend. Kinderarts Wilco Seilmans, die op 2 augustus jongstleden tot hoogleraar kindergeneeskunde aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname werd geïnaugureerd, stelt in ons actualiteitenprogramma Onder de Loep dat artsen continu met elkaar in overleg zijn om binnen de kinderzorg te passen en te meten. Dus dat is iets waar we belangrijk op inzetten, dus opleiding en onderwijs. Ja. En natuurlijk, zoals minister net aangaf, onderzoek. Zonder data kan je geen goed beleid maken. Ja. Dus we moeten goed uitzoeken wat bepaalde oorzaken zijn. En kijk, een aandachtspunt in, bij deze leerstoel is vooral early life stressors. Omdat hoe vroeger je begint in het leven, en dat is al voordat een vader en een moeder besluiten om een kindje te maken. Ja. Hoe vroeger je begint te werken aan je gezondheid, hoe meer effect het heeft op gezonde kinderen. Ja. En geeft het uiteindelijk ook veel minder kosten. Seilmans geeft verder aan dat er meer focus gelegd moet worden op preventie vanaf de jonge jaren. Gezondheidsminister Amara Madin stelt dat de regering met een financiële interventie zal inspelen op het wegtrekken van verpleegkundigen. Daar zijn we dus sinds april mee gestart door het toekennen van een bredere toelage. We noemen het een algemeen, maar het is eigenlijk een behoud- en wervingstoelage, zo noemen we dat. Dus als we je wil kunnen behouden, willen we je toelage geven om je te behouden. Ja. Maar we zijn ook bezig met voor Suriname specifieke zorgloonreeks voor alle medewerkers in de zorg. En daar zijn we heel ver gevorderd. Ik kan zo meteen daarop ingaan als u dat, dat vindt. En met het hebben van een zorgreeks zullen wij een sectorbrede CAO hebben voor alle medewerkers in de zorg. En, okay. Want er is heel veel ongelijkheid, ook in de toekenning van diverse voorzieningen. En dat stimuleert interne braindrain. Okay. Dus we willen hebben dat er uniforme CAO's zijn in alle ziekenhuizen. De minister stelt dat naast het wegtrekken van kader er ook interne verschuivingen plaatsvinden van personeel dat van het ene ziekenhuis overstapt naar een andere. Het volledige gesprek met kinderarts Seilmans en minister Ramadin ziet u vanavond in ons programma Onder de Loep om 8 uur via 12.1.